Het is de degradatiekraker in Dordrecht. Detos snel in het rood en wit tegen KCC. Bij Detos keert Randy Oosting terug na een schorsing. Hij op de plek van Bart van Lee. En Stefan Groeneweg bij KCC op de plek van Julian Middelkoop. Het is een strafhoor voor Jimmy de Vries. Zijn tweede en dat betekent ook de 2-0 de voorsprong dus voor de Dordtenaren. In een wedstrijd waarin de doelpunten schaars zijn. Moeilijke passing bij KCC bereiken de spitsen vaak niet goed genoeg. Oh, is het spelletje van KCC natuurlijk wel ietsje anders dan voor het seizoen. Meerkerk en Dekkers zijn weg. Nu moet er geprobeerd worden om over meerdere schijven te scoren. Dekkers gaat er dan langs, maar daar zit Oostingen goed tussen. En zo geen korte kans voor KCC. Aan de andere kant Detos van ver. Prima rebound. Maar ook Detos heeft moeite met scoren. En zo wordt het publiek niet heel erg verwend. Dit is wel een mooie actie. Stefan Dekkers. 3-2 is dan de stand. Dan aan de andere kant. Strafworp, ja. Niet de eerste strafworp. Veel strafworpen in Dordrecht. Wordt er een time-out genomen. En dan Jimmy de Vries met zijn derde strafworp. Nee. Gaat het dan niet in. En dan de herkansing wel. Heel goed gedaan. En zo is het 4-2. Maar strafworpen versieren, denkt KC, dat kunnen wij ook. Groeneweg geeft die bal dan aan Verhoef. En zo twee strafworpen voor hem is het 4-4. Daar dan de eerste voorsprong voor die ploeg uit Capelle. 5-6. Nogmaals, weinig doelpunten, veel spanning. Je ziet in alles dat deze twee ploegen niet het linkerrijtje gaan halen. Een heel belangrijk duel. Weer voor KCC, vorige week natuurlijk knap gewonnen van DVO en daar een opstootje. Detos verloor kansloos bij KZ. Nou, dit geeft aan dat er druk op zit. Het is een beetje onvriendelijk, het is niet goed allemaal. Het is wel heel spannend. Ruststand 7-7. Het is goed gedaan van Oudman. Het hoeft daar Dekkers af, aanval kan doorgaan. Met wederom Oudman in het voorveld. We houden dan in de handen bij de aanvoerder, bij Frenzy Krielaars. En dan Oudman bekroont haar goede werk in deze avond met een doelpunt. Deed ons weer het voorsprong. 8-7 aan de andere kant. Strafworp, ja. Het is een strafworp. Omdat de Vogelaren daar met zijn hand omhoog staat. Ja, staat hij eigenlijk al. Ik begrijp die protesten bij de Vogelaren wel. Maar Van der Terp geeft een strafworp. Het spel heeft dus eventjes lang stilgelegen vanwege wat commotie. En misschien dat de reden is waarom Verhoef deze hele belangrijke strafworp mist. De stand blijft dus 10-9. En Oosting aan de andere kant met 11-9. En Detos gaat door met Zuidweg. Dan een goede ingreep. Door de trainers van Detos, door Kraaienveld en Muurling. Die brengen gelijk die goede Brett Zuidweg naar de andere kant. En met succes 13-10. Door misschien wel het grootste vrouwelijke talent uit de Korfball League. Die speelt in Dordrecht, Brett Zuidweg. Aan de andere kant Jack Potter, de invaller. Hij brengt de spanning weer terug in de wedstrijd. Dit is de 14-12, het wordt 14-13. Als er weer gezocht gaat worden naar die Randy Oosting. Ook wel zo'n talent. Knap gedaan hoor. Zijn derde goal. Maar veel belangrijker, hij scoort op het juiste moment, Randy Oosting. Strafworp. Misschien een beetje makkelijk gegeven. Verhoef protesteert. Maar het is weer een strafworp. 17-13. En dat betekent ook dat daar de beslissing is. Nog wel twee goaltjes van Tessa Noordzee, maar het is te laat. De eindstand in een hele matige wedstrijd. Maar goed, niemand bij Detos die daarom maalt. Zij winnen met 17-15.